Weer een bomvolle VV Kicks vandaag. Ajax is nog geen kampioen, maar krijgt deze week thuis een herkansing tegen ADO Den Haag. Wij spreken daarover met topscorer Marjolein van der Bichelaar. We hebben een ambitieuze trainster op de bank zitten en er is slecht nieuws voor de Oranjeleeuwinnen. Let's go! Met vandaag twee oud-Eredivisie-speelsters op de bank. Leon Stendler kennen we inmiddels, mijn vaste sidekicks. En oud-speelster van ADO, van Ajax. En nog een oud-speelster van onder andere ADO, Marelle Worm. En tegenwoordig trainster van Buitenvelder 2. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid over hebben, over het zijn van een trainster. We gaan het eerst hebben over de vierde ronde van de play-offs. Het was het weekend dat Ajax kampioen kon worden. Dat gebeurde niet, maar er waren ook nog drie andere wedstrijden. Kijk mee. Ja, dat waren behalve de topper tussen Ajax en Twente de andere wedstrijden die gespeeld werden. Marelle, jij hebt heel lang Eredivisie gespeeld. Op wat voor manier volg je het nu allemaal een beetje? Ik ga soms bij ADO Den Haag wel kijken. Dat is natuurlijk toch mijn oude teampie. En uiteraard kijken we elke keer de uitslagen van wie heeft er gewonnen, wie staat er bovenaan, dat soort dingen. Dus, en neem je dan nog iets daarvan mee voor je trainerschap? Nu naar de andere kant van de bank lopen. Ja, we hadden net afgesproken dat als trainer moest je hier antwoorden en als speelster, mag lekker blijven zitten. Je kijkt natuurlijk wel de speelsters misschien die gaan stoppen volgend jaar, dat misschien terug kunnen komen. Maar ja, voor de rest kijk af en toe wel een beetje van hoe staan ze dan en hoe spelen ze dan. En wat is hun tactiek, zeg maar. Zo kijk ik wel af en toe. Maar voor de rest ook gewoon soms voor de leuk, voor de goede voetbalwedstrijd. Ja, want die zitten er ook tussen. Ajax dus nog geen kampioen. Wel weer een doelpunt, want het werd 1-1. Wel weer een doelpunt van Marjolein van der Bichelaar. Leon en ik spraken haar eerder vandaag. We vroegen haar of ze het gevoel heeft dat het deze week wel gaat gebeuren. Ja, het moet gewoon gebeuren. En we zijn er met het team echt wel mee bezig. En we voelen totaal geen druk. We zijn gewoon geconcentreerd. En we hebben het hier eerder fout gemaakt. En dat ga je dit jaar niet hebben. Nee, want wat is er anders in de groep ten opzichte van vorig jaar toen jullie het nog wel hebben weggegeven? Ook volwassenheid. We hebben nu natuurlijk in de play-offs ook 1-1 gespeeld, 1-0 gewonnen. En het is natuurlijk allemaal maar net, maar als je kijkt naar hoe we spelen, is het wel uiteindelijk verdiend. En blijven we heel rustig tot die kans komt. En je weet dat elke wedstrijd kansen komen. Ja. Dus En die kansen maak jij dit seizoen wel echt allemaal af, hè? Want ook dit was eigenlijk, bijna geen kans te noemen. Toch schiet je hem er weer in. Hoe komt het? Waarom beleef je zo'n seizoen? Wat is dat dit seizoen? Ja, ik weet niet. Misschien een keer op de juiste positie. Ik heb voorheen natuurlijk verdedigende middenvelder en op het middenveld en linksbuiten gespeeld. En ik ben natuurlijk vroeger altijd wel een spits geweest, dus ik voel me daar wel echt veel vrijer. En misschien dat dat
Ja, en ik voel ook veel vertrouwen. Dat speelt zeker mee. Ja. Ja, we hebben net wat beelden gezien van de andere wedstrijden die gespeeld werden. Maar geen wedstrijdbeelden van jullie wedstrijd. Dus vertel, was 1-1 een beetje terecht de uitslag? Nou, ik moet zeggen dat wij de eerste helft wel beter waren. Maar de tweede helft creëerden zij echt wel meer en stonden wij best wel onder druk. Dus uiteindelijk zijn we heel blij met het gelijkspel. Ja. En ja, die week daarvoor was het een beetje het omgekeerde. Toen speelden wij de tweede helft veel beter. Dus het is een beetje het omgedraaide van de vorige uitwedstrijd. Ja, en een beetje om het even dus. Maar wij hebben het hier vaker in de uitzending wel over gehad. Leon heeft het een paar keer aangekaart. Je bent zo in vorm. Marjolein van der Wichelaar in oranje, zei Leon een paar keer. Is er wel eens contact geweest met de bondscoach? Of hoe is dat gegaan? Nee. Ik ben contact geweest. En ik weet dat ze aanwezig zijn. En ik weet natuurlijk wie het is. Het is mijn oud-trainster geweest. Ja, waarschijnlijk vindt ze toch andere meiden beter. En ik blijf voor mijn best doen. En we zien het wel. Maar is het iets wat wel in jouw hoofd af en toe speelt? Nou, niet dat ik daar hoor. Zeer zeker niet. Maar ik vind het natuurlijk wel jammer dat ik nooit een kans heb gekregen. Als ik naar meiden kijk die wel eens daar een kans hebben gekregen, dan ja, is het natuurlijk wel jammer. Maar ja. Dat is iets wat die vraag kun je denk ik beter aan de bondscoach zelf stellen. Dan gaan we weer eens bij de eten. Ik zou zeggen, heel veel succes komende vrijdag. Ik verwacht eigenlijk na het afgelopen seizoen gewoon dat jij de beslissende maakt. Zou ik wel heel mooi vinden. Ja, op z'n Dirk Kuijts. Op z'n Dirk Kuijts. Okay. Ja. Meteen drie ook echt. Ja. Meteen drie ook. Ja. Veel succes en thanks voor je tijd. Ja, dankjewel. Doei. Ja, vrijdag dus de herkansing voor Ajax. Heb je de beelden gezien van de afgelopen vrijdag tegen Twente? Wat vond je ervan? Ik heb eigenlijk alleen de samenvatting gezien, maar jij hebt wel gekeken, dacht ik. Hè? Wat vond jij ervan? Je paste meteen weer terug naar mij. Hier heb je hem. Nee, ja, ik zag de goal van Marjolein voorbij komen op social. En toen dacht ik wel, weet je, ze gingen ook met z'n allen naar de bank. En ik weet niet, dat hele gevoel dat ik wel dacht, oh, het gaat vanavond wel gebeuren. Mm. En toen tweede helft had ik het gewoon aangezet om live te kijken. Toen voelde ik het echt totaal niet. Gewoon een beetje, ja, beetje slap, weinig overtuiging. Dus toen had ik zoiets van, nou, het zou me niet verbazen als het volgende week gebeurt. Het regende natuurlijk ook, was helemaal niet, helemaal niet mooi weer en zo. Dat speelt natuurlijk ook allemaal wel mee. Maar jij zat bij ADO toch, afgelopen vrijdag? Ja, wij allebei waren bij ADO. Allebei, want dat is hun tegenstander nu komende vrijdag. Spelen ze thuis tegen op Sportpark de Toekomst. Ja. Is ADO in vorm? Gaan ze het Ajax nog moeilijk maken? Wat denk je? Ja, ik denk sowieso dat ze wel proberen moeilijk te maken. Want dat is natuurlijk altijd ADO-Ajax, altijd wel een beladen wedstrijd. En waarom? Daar, dat is iets Den Haags. Dat is gewoon zo. En ja, dat is gewoon de trainers die daar zitten, zeker Alex Scholten, die wil heel graag dat ze winnen van Ajax. Dus daar gaan ze zeker alles voor doen, denk ik. Ja. Sowieso is het natuurlijk ook altijd wel leuk om een kampioensfeestje even uit te stellen. Weet je, als je de bloemen ook ziet staan in de gang en alle champagne ziet staan, dat je denkt, nou, dat gaat tegen ons niet gebeuren. Maar het is ook gewoon vervelend als er een team tegen jou kampioen wordt. Dat wil je gewoon echt niet. Nee, dat klopt. Maar het zou wel vervelend zijn voor Ajax als het nu weer niet gebeurt. Want ze spelen natuurlijk thuis. Jij bent, zoals we al zeiden, trainer bij Buitenvelder 2. Is dat iets wat je altijd geambieerd hebt? Ja, zeker. Ja, ik heb het CIO's steeds 3 gehaald. En toen ben ik zelf toen gaan voetballen. En ik dacht altijd van ja, als ik stop met voetballen, dan word ik wel trainer. Want dat vind ik gewoon wel gewoon een leuk spelletje. En trainerschap vond ik ook toen al leuk. Maar helaas, het was iets eerder dan gepland. Maar dat was zeker in de toekomst, zat dat. Ja, want je kende veel blessureleed. Daar gaan we het zo meteen nog even over hebben. Jullie hebben natuurlijk ook samengespeeld. Is dat iets wat je altijd wel in Marelle hebt gezien? Ja. Ja, zeker weten. Trainert. We hebben best wel vaak natuurlijk ook clinics moeten geven. En daarin vroeg ik geregeld aan Marelle. Marelle, hoe doe je dit toch? Hoe zorg je ervoor dat die kids gewoon goed naar je luisteren? Want zij heeft het gewoon van nature dat ze voor een groep gaat staan. En ze heel enthousiast kan maken. En ze ook echt wat bij kan brengen. En ik sta daar elke keer te klungelen en denk dan, hoe dan? Dus dat. Want je hebt ook de ALO gedaan, ja, toch? Dus ja, ik ben nu gymdocent. Dus gaat het wel gemakkelijk. Maar heb je dan niet, want je traint natuurlijk een seniorenteam, zitten natuurlijk wel een hoop jonge meiden bij. Maar niet met iedereen is dat leeftijdsverschil wat groter. Vind je dat soms niet moeilijk? Nee, ik heb niet echt als moeilijk ervaren. Maar het is natuurlijk de rol die je zelf inneemt, dat je trainer bent, dat je wel boven de groep staat. Maar af en toe een lolletje met de meiden, dat kan makkelijk. En sommige meiden zijn ook gewoon ouder dan mij, hoor. Dus dat kan ook gewoon, ja. Ja, dat is niet gek. Ook niet voor hun. Ook niet in het begin. Nou, misschien. Nou,
ik heb er zelf geen moeite mee gehad, zeg maar. Misschien dat zij wel iets meer moeite mee hadden, maar nee, ik niet. Lee, zou jij trainer kunnen zijn? Inmiddels zou ik het denk ik wel kunnen. Maar ik schik me beter in een assistentrol. Marelle lacht je ook gewoon uit. Ja, dat vind ik wel. Is echt zo. Heel mee eens. Maar jij hebt nu ook net bijgetekend bij Buitenvelder, ja. Toch? Hoe moet ik het voor me zien? Welke stappen zie je voor je ooit? Eredivisie club? Ik wil gewoon nog een jaar bij Buitenvelder. Omdat ik denk van nou dat we zeker nog... nog verder kunnen komen dan we dit seizoen hebben laten zien, zeg maar. Ja. En mijn doel is wel een ambitie eigenlijk om TC1 binnen een aantal jaar te halen. En ja, met TC1 kan je inderdaad een Eredivisie club coachen. Dus dan is dat wellicht een optie daarna. En dan bewust ook echt in het vrouwenvoetbal? Of zou je ooit ook wel de uitstap naar... Ik denk op zich dat een uitstapje naar mannenvoetbal, een soort eerste klasse of topklasse, dat zou misschien ook wel kunnen. Maar dat maak je zelf wel weer moeilijk omdat ik een vrouw ben en boven mannen die moet staan. Maar het is wel een uitdaging, dat is wel weer zo. Ja, maar goed, nu dus nog een jaar bij Buitenvelder. Het is denk ik, tenminste is mijn mening, wel een van de mooiste clubs om aan je trainerscarrière te werken. Want is de grootste vrouwenclub van Nederland. Nederland en sowieso. Heel lang ook van Europa geweest, volgens mij. Ik weet niet of het nog steeds zo is. Ja, ik weet dat ze de meeste aantal leden hadden van Europa een hele tijd. Ik weet niet hoe dat nu... Maar ook gewoon echt een club waar gewoon ieder meisje een passende plek kan vinden. Ze hebben daar meisjes tussen jongens, meisjes teams in jongenscompetities. En je hebt gewoon een kwalitatieve seniorenafdeling. Dus er zitten topklassen, hoofdklassen, eerste klasse. Talententeam. Ja, dus het samenwerken is echt super natuurlijk met het vrouw 2 en hebben onder 17 en vrouw 3 die nu misschien aangekomen in eerste klas gaan spelen. Nou, dat is echt het mooie kan je het haast niet hebben als trainer zijnde, zeg maar. Je kan alle kanten op meiden doorgeschoven. Want hoe kijk jij naar dat beleid van Buitenvelder op het vrouwenvoetbal, zeg maar? Nou ja, het is echt een voorbeeld voor andere clubs, denk ik. Hoe de vrouwenvoetbal in Buitenvelder een plekje hebt gekregen. Dat ze gewoon recht hebben op het eerste veld te spelen. En gewoon alle accommodatiespullen, alles wat er is. Daar mag de club echt trots op zijn, eigenlijk. Een goed kader. Daar investeren ze ook echt wel in. Zeker. Waar, sorry? In kader. Ja. Chantal de Ridder is daar onder andere bezig. Merel volgens mij ook. Merel van Helene Heemskerk ook. Ja, dat is natuurlijk ook mooi voor die meiden. Dat hun voorbeelden gewoon hun dingen komen leren. En oude speelster Marelle Worm natuurlijk ook. Dat is ook heel erg mooi. Hey, even wat anders. Vorige week zagen jullie Vreedkicks deel 1. Toen was het tijd voor het hoofdgerecht. Nu was het tijd voor het toetje. We gingen op bezoek bij voetbalcommentator Mark van Rijswijk. Vorige week dus hoofdgerecht en deze week is tijd voor het toetje. En we hadden ook nog even wat voetbalplaatje meegenomen, want we gingen even testen hoe het met zijn oranje leeuwin in kennis is. Kijk eens. Zo. Hey, Jonne, wat wil jij? Ik wil heel graag deze. Ja. Caramel zeezout. Hebben we Nederland zelf al mee? Hoeveel denk je dat Nederland weet? Bijna. Speelsters? Ja. Dat zeg ik 15 van de 20. Is dat enthousiast? Dat vind ik echt een goede score. Ja. Oh, pauze. Ja, nu niet stiekem gaan googlen, hè? Zeker. Ja. Dit is tactiek. Ja, de telefoon nog hier, hoor. Aan de dekker? Ja. Dominique Jansen? Ja, heel goed. Oh, ja. Kuipers? Nee. Is het Fennep hier is. Ja, het is vanmiddag. Fennep is, sorry, maar jou is niet goed. Oh. Oh. Ik heb nog geen één keer commentaar gegeven in Interland. Of in het land vandaag. Stadion van Veen. Ik ben Midema. Ging het Berenstein. Is het Volkertma? Ja. Yes. Siska. Siska. Ik ben benieuwd naar deze uitspraak. Jackie Groene. Kijk, hoppa. Ik heb haar ook geïnterviewd. Een van de meest sympathieke. Ik vind haar heel, heel aardig. Lang leven Jackie. Danielle? Ja. Danielle? Kom dan. Het speelt een makkelijk niveau. Ja, hè? Je scoort punten hiermee, hoor. Echt, hoor. Het is heel grappig. En wel... Sorry. Dit is... Ja. Ik was echt enthousiast. Ja, Kelly een half. Nou. Ja, Kelly kreeg ook de vraag Leon of Vreese. Het zei ze Leon, dus I don't care. Leon, hè? Nou, teamgenoot. Ja. Ja, okay. Sorry, maar... Gezellig mee, joh. En heel... Is het Kika van Es? Ja. Okay. Jansen doet altijd, ik zeg Jansen. Je hebt twee Jansen die international zijn. Ja, dat is slim. Ja, Jansen? Nee. Mieke, zo. Martens? Yes. Dit is Loet Schut. Zie je hoor. Chris, Dirk. Van Linteren.
Met kleur wel, hè? Geslaagd. Het is 2,5 minuut. Ik heb een moment om de camera om je te richten tot Danique. Sorry Danique, ik heb je gedaan, komt daar geven in de Champions League. Met Nederlands elftal. Ik heb je gedaan in de Champions League, wou ik zeggen dat... Nee. Ik heb commentaar gegeven met wedstrijden van je in de Champions League. Dus ik had je moeten herkennen, sorry. Sorry. En ik herkende je niet, ongelooflijk. Sorry. Het is heel raar. Mijn kinderen zijn in bed, dus dat... ik ga niet meer uitkomen, denk ik. Hè? Dat is een hele goede afsluiting. Ja, dat sluiten we aan, maar dat is net een heel leuk papa-beeld. Ja, precies. Ik ben echt onder de indruk hiervan. Ik kan ze nog net allemaal opnoemen. Mm-hmm. Soms weer een foutje tussen keer dan. Ja, ik heb het Nederlands altijd echt vaak gedaan. Dus dat scheelt wel. Maar in het begin... Het Nederlands wel. Nou, het wordt steeds mooier dit. Ja. Oh, ik denk ook, ik ga gezellig VV Kings kijken. Die wordt opeens in allerlei dingen betrokken. Ja, maar serieus, de eerstvolgende Interland die ik doe, en dat naar die kerk dat ik de bal heeft, is dan nooit meer hetzelfde. Nee. Ja, ik ken ze gewoon, gewoon allemaal. Maar goed, dat moet natuurlijk ook wel als, als voetbalcommentator. Ja, over het Nederlands elftal gesproken. Behoorlijk triest nieuws deze week. Ja. Dat is jullie allebei niet ontgaan, denk ik. Tesselmiddag heeft de kruisband afgescheurd. Ja. Ja, zware blessures. Dat is voor jullie een onderwerp, helaas, waar jullie goed over kunnen meepraten. Maar ja, allereerst over Nederland zelf aan het EK wat er aankomt. Hoezeer is dit echt een aderlating en gaan we dit merken? Nou ja, ik weet niet hoe we het gaan merken, maar het is wel zeker een aderlating. Ik denk dat Tessel de laatste tijd echt heel dichtbij of al niet een basisplek had. De laatste wedstrijd zeker. Het heel goed deed bij Manchester City aan het doorbreken is. Op dit moment, zo vlak voor een EK. Echt de rotste timing die je kan bedenken. En het is wel gewoon echt wel een aanlating op middenveld. Ja, ik merk ook aan iedereen's reactie van jeetje, beetje shit, balen. Jij hebt vier keer ongelooflijk. Vier keer je kruisband afgescheurd. Ja, ja. Die was nummer 3. Dat was het moment. Als je dan zoiets hoort, of je ziet het op social media staan... hoe beleef jij dat dan, als je zoiets ziet? Dan ga ik terugdenken aan de keren dat bij mij is gebeurd. Denk ik echt, ja, echt super, super zuur voor haar vooral. En ook echt vlak voor het EK. Dat is echt, nou ja, als je dat toch moet afscheuren dan na het EK... dan maak je dat tenminste nog mee. Zo denk ik dan, maar ja, dat heb je geen invloed op. Dus ja, het is zo. Helaas. Ja, jullie hebben allebei met Tessel ook nog gespeeld. Super zuur voor haar, super zuur voor Oranje. Stel dat jij niet vier keer je kruisband had afgescheurd. wat zou je dan nu doen? Wat ik dan nu zou doen? Nou, trainer bij Buitenvelder 2? Nou, dan had ik nog wel gevoetbald. Ja, want als ik niet had vier keer afgescheurd, dan had ik zeker nog wel een paar jaar doorgevoetbald. Maar ADO, Ajax, buitenland, Nederlands elftal... Ja, dat zijn echt vragen die je niet die je vooraf niet kan zeggen. Kijk, na de eerste keer dat had ik nog makkelijk al het Nederlands elftal kunnen halen, bewijs van het buitenland. En de tweede keer dacht ik, nou, nu is het Nederlands elftal wel echt exit. Want toen kwam ook het EK eraan dat we de halve finale haalden. En dat we toen echt... Finland. Ja, toen kregen we nieuwe meiden, nieuwe kansen, et cetera. Ja, en toen de derde keer dacht ik, nou, ik hoop dat ik ooit nog mag voetballen. Nou ja, en de vierde keer was ik gelijk van, oké, nou, nu nooit meer. Ja, dat is zo dan. Maar heeft dat je mentaal weerbaarder gemaakt? Ja, dat uiteindelijk wel. Want ja, je staat echt een jaar langs de kant eigenlijk. En dan maak je zeker jezelf sterker. En ja, niet iedereen zou daar heel goed mee om kunnen gaan natuurlijk. Nee. Dat hoor je wel vaker, dat mensen na één keer niet terugkomen of twee keer net aan. Ja. Ja. Wat denk jij, Lee? Waar zou Marelle staan als ze niet geblesseerd was geraakt? Gewoon überhaupt niet. Niet één keer, niet twee keer, niet drie, gewoon nul keer. Nederlands elftal zeker. Ja? Marelle en ik waren concurrenten bij ADO. En zij zat echt... Het was echt hete adem in mijn nek altijd. En ik weet zeker als zij toen niet geblesseerd was geraakt... dat ze mij sowieso uit de basis had gespeeld. En het Nederlands elftal had gehaald. Zeker weten. Ja. Ja, vorige week zat ik hier niet zo alleen. Vorige week zat Annemarie Posma hier. En toen ze hier toch was ze ook maar meteen aan de beurt bij Raoul met 11 vragen aan. Welke oranje leeuwin is het leukst? Oh, ik wist dat je dat ging vragen. Dat mag ik niet zeggen. Fokschaap of kopschip?
Kopstuk. Op welke plek eindigen de Oranje Leeuwinnen tijdens dit EK? Weet je, alles gaat deze zomer meezitten. Die mannen bakken er niks van. En die meiden worden gewoon Europese kampioen. Ik ben een goede schrijfster, omdat... ik dingen zie die andere mensen niet zien. Ik zie soms, dan zie ik een vogel vliegen of zo. Of dan ik zie dat iemand iets aan armbandjes loopt te frunniken. En dat vind ik dan boeiend. Dat zegt denk ik heel veel over iemand. Hoe drink jij je koffie het liefst? Koffie verkeerd. Welk hoofdstuk uit jouw boek is het allerleukste om te lezen? Cynisch van de Zanden. Cynisch van de Zanden? Ja. Want? Die is zelf een beetje gek. Look at my tail. En ik ben een beetje gek en dat interview is gek en dat alles dat was matcht. Gek. Wat is het allermooiste woord uit de Nederlandse taal? Banjeren. Welk cijfer zou jij je eigen voetbalskills willen geven? Handelingssnelheid -3. Techniek 7. 7,5. Dus we komen uit op een... 5? Ja, 6. Ja, mijn allereerste cd die ik ooit gekocht heb, was van... Ajax. Ja. Ajax is kampioen. Ajax blijft kampioen. Welke Oranje Leeuwin is het leukst? Oh, ik wist dat je dat ging vragen. Dat mag ik niet zeggen. Als je echt één moest kiezen dat je denkt ja. Nou, ik heb met Jackie Groene zo ongelooflijk hard gelachen. Als mijn boek een bestseller wordt, dan... spring ik in de gracht. Van wie krijg jij je allereerste pen ooit? Ik heb hem gestolen. Dat is echt grappig. Ja, ik weet niet wat Jackie Groene met al die journalisten doet, maar iedereen is fan van Jackie Groene. Ja, nou, ik had eigenlijk best wel... Nou ja, ik ken haar eigenlijk niet, hè. Ik heb nooit met haar gesproken, maar ze oogt een beetje arrogant. En toen... aardig. Ja, super aardig weer. Maar ik heb dus het hoofdstuk gelezen van Annemarie over Jackie. Maar respect, ze is echt gewoon super overtuigd van zichzelf, maar gewoon op een goede manier. En hoe ze dingen vertelt, ik dacht gewoon, wow, het is echt een cool kind. Ja. Oké. Okay. Oh, dus we hebben hier nog een fan van Jackie Groene om de bank hoef ik niet. Iedereen fan van Jackie Groene na het EK. Ja. Dan maken we nu even een uitstapje naar de brede sport. Naar SC Het Gooien, is wel vaker voorbij gekomen hier in de uitzending. Want jij vertelde over een apart toernooi wat er was geweest afgelopen weekend. We hebben nu Jolanda aan de telefoon. Die kan ons daar meer over vertellen. Dus vertel. Ja, we hadden afgelopen vrijdag bij een voetbalmoeder Pro Secco toernooi. Met 200 voetballende moeders die met 20 teams naar SC Het Gooien komen om daar lekker te voetballen en daarna een mooie derde helft te vieren. Ja, het klinkt supergoed. Ik zag ook we zien hier die foto voorbij komen met de ingeoliede man. Wat maakt dit anders dan een gewoon voetbaltoernooi? Hoef ik eigenlijk niet te vragen als ik deze foto zie, maar ik doe het toch. Nou ja, er zijn heel veel facetten aan dit toernooi. Geven wij de moeders, die vaak de drijvende kracht zijn achter de verschillende activiteiten op een club of achter een team, geven wij de mogelijkheid om te shinen op ieder op zijn niveau. Dus niet in een te moeilijke pool zitten en ook lekker kunnen voetballen en juichen op de goal die je maakt. En daarnaast maken we ook mogelijk om daarna met elkaar een feestje te vieren. En ik zeg wel eens heel, heel grappig van het soort magiefer, maar dan met voetbalvrouwen. Ja, ja, superleuk. Leuk om weg te zetten. En ik moet je zeggen, we hadden vorig jaar 15. Dat is de tweede keer dat we het gedaan hebben. En we hebben inmiddels 20 teams die uit het hele land komen. Ja, ja, superleuk concept. En de foto's die ik voorbij zag komen, zagen er heel erg gezellig uit. Maar zijn het dan ook echt allemaal voetbalmoeders? Heeft iedereen kinderen die dus voetballen? Of hoe moet ik dat zien? Nou ja, er zitten ook een paar mensen, veterinnen gewoon, die ze gelinkt hebben aan het toernooi, die het gewoon super leuk vinden. En daar hadden we ook een speciale pool voor. En nee, niet iedereen heeft kinderen. Maar ik denk 70% is toch wel moeders die langs de lijn staan. En zo zijn wij bij SC Het Gooien ook de voetbalmoeders begonnen. Met vrouwen die langs de lijn staan. En die op een lager niveau willen beginnen met voetbal. En inmiddels hebben we elke week 23, 24 vrouwen die komen trainen. Met een derde helft.
Baudet een echt foodmaster met de lekkere hapjes. En als we aan de lijn zijn, zijn het natuurlijk magere hapjes. Maar daarom zeg ik ook een proseccootje. Ja. Wij hebben het vaker ook gehad over het SC Het Gooi hier in de uitzending. Want het is wel echt een toonaangevende club ook, hoe het daar leeft en het beleid dat ze doen. Maar wat betreft de ouders en hoe het daaromheen leeft, zit het dus ook wel goed als ik het zo hoor. Ja, we hebben erg gedreven ouders. En dat zijn ook de mensen die bij ons voetballen, bij de voetbalmoeders. Het zijn absolute dames die zich ook heel erg inzetten voor onze club en meedenken met onze club. Ja, super thanks voor je tijd. Laat de inspiratie zijn ook voor andere clubs. Want ik denk dat dit alleen maar ten goede komt ook van het gevoel bij een club. En volgend jaar moeten wij daar gewoon bij zijn. We moeten ons inschrijven. Hartstikke leuk. Maar bij deze zijn jullie zeker uitgenodigd. Yes, helemaal goed. Staat genoteerd. Hey, thanks voor je tijd. Ja, graag gedaan. Doei. Hoi. Doei. Ja, superleuk. Ik zie mijn moeder al gaan. Met ingeoliede mannen daarnaast. Oh, dat wil ik helemaal niet voor me zien. We laten de derde helft even over. Ja, daar gaan we dan zeker niet bij zijn. Ja, we gaan er een eind aan breien. Sanne die zit ook ergens aan de Prosecco in Frankrijk. Is er volgende week wel weer gewoon bij. Dus nu moet ik een hele moeilijke aankondiging doen. Want het is nu tijd voor Social met zonder Sanne met Raoul. Komt het toch best soepel uit. Ja, Raoul gaat het doen vandaag, onze depkoning. Ik verafschuw het, maar stiekem vind ik het ook wel leuk hoor. Dus er zit vast ergens een dep in je social, take it away. Zeker, Veza. Dankjewel voor deze, voor deze mooie aankondiging. Sanne, allereerst, je zit in Frankrijk te kijken. Ik hoop dat je mooi weer hebt, lekker op de fiets. Ik geef een shout-out. Ik begin altijd met een SO'tje. Dus bij deze geen is geen dep op de fiets, dat is best wel gevaarlijk. Dat is heel gevaarlijk. Niet doen. Maar de competitie lijkt een beetje beslist. Hè? Ajax lijkt kampioen te worden. Waar ik heel benieuwd naar ben, en dat gaan we online eens testen. Wie wordt de topscorster van de Eredivisie? Want dat is nog wel een dingetje. Katja Snoes heeft er 19. Marjolein, net de gast op Skype. En Ellen Jans hebben er 18. Dus het belooft wat leuks te gaan worden. Ik weet wel wie het gaat worden. Ja, wie denk je? Ik denk dat Katja het gaat worden, want die speelt gewoon in de B-pool. Dus die speelt makkelijkere wedstrijden. En die is gewoon supergoed bezig dit seizoen. Dus ik verwacht dat zij het gaat worden, ja. Tenzij Mario een Dirk Kuytje doet. En Dirk Kuytje. Dat kan nog. Maar ja, als het echt nog gaat gebeuren ook, dan moeten we volgende week weer Ze hebben nog twee wedstrijden, hè? Het kan nog. Dus het kan nog. Ik denk ook Katja, want die was net weer terug van een blessure. Schoten meteen 3 in, à la Dirk Kuyt. Dus dat belooft nog wat. Dan nog even Marelle, wie denk jij? Dan hebben we meteen even iedereen gehad. Ja, hebben iedereen gehad. Bonnetje, ik denk dan... Katja. Zo, Katja? Danielle Snoes. Danielle van der Donk. Danielle van der Donk. Mooi bruggetje. Thanks. Mooi bruggetje. Maar wist het. Eerst nog wat anders, want we hebben namelijk een record te pakken. Het EK zit eraan te komen, maar wij als Nederland hebben namelijk, kijk maar, 16.000 bezoekers voor de eerste wedstrijd Nederland tegen Noorwegen. Nou, het oude record was in handen van FC Twente. Gaat het weer terug naar Twente? Dat kan. De halve finales, kwartfinales worden daar ook gespeeld. Dus wie weet als Nederland erin staat, kunnen we daarheen. Maar sowieso, ik wil wat meer het gaan hebben over de Oranjeleeuwin. De Oranjekoorts moet een beetje opgekrikt worden. Ja, Marelle had het al over Danielle van der Donk. Super toevallig. Kijk eens wat ik geregeld heb. Danielle van der Donk, want er zijn een actie begonnen met een doorgeefpaas. Oh, wel tof. Hop, dus je ziet Danielle van der Donk doet hier het hakje. En het hakje is bedoeld voor de volgende speelster. Sari van Veenendaal. Die hem lekker klemt. Keurig. En die schiet de bal weer door. En Shanice van der Zanden is de volgende in de keting, of de ketting eigenlijk, die aan de beurt is. Dus ik zou zeggen, ga dat in de gaten houden de komende weken, want de dames gaan goed. Ik gok dat het dan ook wel een vast rubriekje wordt in Social met Sanne. En misschien dagen ze jou ook wel een keer uit. Nee. Jij hebt ook 3 keer gescoord toch dit weekend. Klopt, nou, maar, bij deze. Wie weet. Dan heel goed nieuws. Anouk Dekker heeft zich geplaatst met Montpellier voor de Champions League. Vet. Ja. Met fiets op deze manier. Steadycam. Ja, knap. Ja. Loes Geurts, helaas, wordt waarschijnlijk derde. Plaatst zich niet. Maar Loes, niet getreurd. Want jij speelt volgens mij nog een Champions League finale met jouw club tegen Lyon. Dus dat is ook mooi. Ja, dat is ook wel enigszins mooi vooruitzicht. Ja, ja toch? Ja. Lijkt me wel. Ja. Dan, jullie hadden het over Tesselmiddag. Hartstikke erg. Maar er is ook goed nieuws. Mandy van den Berg is weer terug. De aanvoedster is heel belangrijk. En die doet dit op training. Ah,
Netjes. Wel aardig in. Dus die is ook lekker in vorm. Ja, dan gaan we naar... ik hoor altijd in interviews overal, je moet je focus houden. Keepsis wordt ook tegen gezegd, al heb je niks te doen, 90 minuten lang. Het kan zomaar gebeuren dat je er moet staan. Hè. Kijk naar dit filmpje en dan weet je eigenlijk alles. Met mij. Ja, dus... Hou op met mij. Die zat? Ja, die zat. Eet je wel een dom wijf. Ja, just... Nou, is genoteerd. Hashtag dom wijf. Precia. Okay. Ja, mooi. Heel slim. Nee, is niet heel slim. Dus je ziet het. Altijd je focus houden. Zeker als keepster. Ja, dan Precia. Je zegt het net al, hè. Ik ben natuurlijk een beetje de depkoning aan het worden. Ik dacht, we gaan de uitzending halen zonder dep. Nee, maar helaas. Want wat gebeurt er? We gaan nu zelfs speelsters van de Eredivisie, die gaan mij taggen in depberichtjes. Dus dat vond ik wel leuk. Simone Kets tekte me namelijk in dit filmpje. Moet je goed kijken. Zo, agressief hoor. Echt hè? Hoppa! Kijk, daar gaat het al fout. Hier gaat het fout, ja. Het gaat heel jong fout. Dus ik bedank de Simone daarvoor. En we hebben eigenlijk een soort challenge opgezet samen met z'n tweeën. Je kan een prijs winnen, maar ze doet eerst, zegt ze iets speciaals. Oeli en ik zijn heel benieuwd wie onze dep-challenge gaan overnemen. Dus hierbij, Oeli, deze is voor jou. Toch mooi dat ze even een dep voor mij doet. Maar dat terzijde, zit je dus thuis, jong, oud, opa, oma, vader, moeder, jonge meisje. Kleuter van 2, 3. Mm-hmm. Alles mag. Het maakt mij niet uit, maar als je een mooie dep maakt en je doet VV Kicks erin, hashtag VV Kicks, dan win je een prachtige prijs, want je mag een dagje met mij mee op een vlog. Oh. Met een speelster of iemand anders. Dus ik zou zeggen, ga aan de slag. Simone heeft het voorgedaan. Manon Melis heeft het nog een keertje gedaan, een andere keer. Janice doet het, dus iedereen dept. Sorry, Vrees. Ik dep zeker niet. Nee? Dus, nee. Nou, jammer. Nou, we komen hier nog op terug. Dan, als laatste dingetje heb ik om de show mee te eindigen. Vorige week zat hier op mijn plek Annemarie. En die had een prachtig boek geschreven. Heel leuk boek, gaat zeker kopen. Maar wij deden een winactie. Of tenminste, Sanne deed een winactie. De volgende dame heeft gewonnen, Leonie Spronk. Bij deze van harte gefeliciteerd. Mooie foto erbij. Precies, en als je hem goed leest, het is voor de dochtertje Brit. Dus Brit, bij deze heel veel leesplezier. Laat even een reactie achter onder in het social blokje, wat apart wordt gezet volgens mij online. En dan zorgen wij dat het boek... Yes, gesigneerd en wel. Precies. Dus dat is helemaal goed. En dat was hem. Dat was hem. Toch nog een stukje dep erin, hè? Ik wist het. Hey, Marella, thanks voor het aanschuiven vandaag. Ja. Vond het leuk, interessant. En Lee, jij ook weer bedankt. Raoul, bedankt dat jij Sanne's plek overnam. Dat was een eer. Helemaal top. Raoul, volgende week hebben Sanne weer gewoon. Komende week, natuurlijk op vrijdag weer de vrijdagmiddagborrel. Zondag hebben we FC Afkicken Live. Maandag hebben we zowel FC Buitenland als Super League weekoverzicht met Lars. En dan woensdag hebben we weer een nieuwe VV Kicks. En als Ajax dan wel kampioen wordt, dan is het een uitzending geheel in het teken van Ajax. Maar dat weten we dus nu nog niet. We gaan ook niet de goden verzoeken. We gaan het ook niet jinxen. We gaan ook niet dabben erop. Dus we gaan het allemaal zien. Vergeet ook niet te abonneren en ons te volgen op social media voor het laatste nieuws. Tot volgende week.